Goedemiddag en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Pieplab. Mijn naam is Ida en vandaag ga ik met jullie een raamtekening maken. Wat heb je daarvoor nodig? Allereerst natuurlijk een raam en toestemming van je ouders om op dat raam te schrijven of te schilderen. Als je gaat schrijven heb je daarvoor nodig een stift. Die kan je online kopen of in de winkel. En dat is handig als je iets op gaat schrijven. Nou, papier heb je nodig om eventuele foutjes even weg te halen. En je hebt dan natuurlijk een mooie tekst nodig. Nou, wil je niet iets schrijven, maar iets schilderen? Of heb je misschien geen stift in huis? Dan kan je daarvoor plakkaatverf gebruiken of acrylverf. Als het maar op waterbasis is. Je hebt dus ook een glaasje nodig en een kwastje. Een glaasje met water en een kwastje. En een doek om je kwast schoon te maken of om het raam schoon te maken. En verder natuurlijk plastic of kranten om je vensterbank te beschermen. Het boek waar ik iets uit heb gekozen heet Voel je wat ik voel? En het gedicht wat ik mooi vind heet Vrolijk zijn. En ik vind vooral het eerste stukje heel mooi. Te weinig handen hebben om te wuiven. Zonneappels in je ogen dragen, de wind verschalken met je lach, vrolijk zijn. Als je een tekst op het raam wil schrijven en je wil dat mensen die van buitenaf langskomen het lezen, dan moet je het in spiegelbeeld schrijven. Nou vind ik het wel mooi, omdat in het gedicht staat dat er te weinig handen zijn om te wuiven, om allemaal handen hier op het raam te maken. Maar je kan natuurlijk van alles doen. En voor de handen kies ik gewoon een mooie groene kleur. En dan wrijf ik mijn handen weer in. En dan stempel ik zo de handjes. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Pieplab. Tot morgen!